Welkom in deze video. Ik ga eens even een extra videootje maken met een update van de tuin. Hoe de tuin er nu bij staat. Ik heb dit in juli al een keertje gedaan, maar ik dacht laat eens even zien hoe de tuin er nu momenteel bij staat. Het is natuurlijk nu 2 november, dankdag. En een prachtig moment om even stil te staan bij de tuin en te laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Want vorig jaar was het natuurlijk een heel ander verhaal. En ik ben nu heel blij en dankbaar dat het er nu zomaar bij mag staan. Dus ik dacht, het is mooi weer, woensdagmiddag. Ik denk dat even tussen video's schieten en laten zien hoe de groenten erbij staan. Ik laat de bedden zien en ik zal even vertellen wat erin staat. En de meeste bedden zijn aangeplant nu, zeg maar. En ik moet zorgen dat wat er nu staat geoogst gaat worden op tijd en dat we daarvan kunnen genieten. Dus kijken jullie mee? Hier heb ik het kolenvak, hier staat mosterdblad en daar nog wat pakzooi. En hier staat in de muur staat de radijsjes. De Chinese kool is grotendeels geoogst. Deze radijsjes die worden nog geoogst. Boerenkool, hier staat hele mooie ramenas. Die zijn al klaar, kijk. Een beetje tatzooi. De groenselderij. De bedden met spinazie. Hier mooie grote spinazie. Snijbiet. De ijsbergsla die ik eind augustus heb gezaaid. Die is mooi ontwikkeld. En mooie kropjes geworden. Testje met pastinaak. Die kunnen we eens even samen bekijken. Die heb ik ook ergens in augustus geplant. Deze planten. Kijk eens. Nou, de wortel zelf is natuurlijk niks, maar het is wel grappig dat daar nog pastinaken aan groeien. Valt me dan weer mee met dit weer. Het volgende vak is de peulenvak en er staan nu bladgewassen. Dus ik heb hier een bed met spinazie staan. Vorige week ingezaaid en het andijviebed wat ik nu het oogsten ben, die raakt langzaam leeg. Dat is eigenlijk een van de eerste bedden die dan leeg raken. Mijn raapjes staan hierin. Nog een bed andijvie. Hier achter die bieten, die ontwikkelen niet zo goed. Maar de koolrabi hiervoor, die doet eigenlijk best wel heel goed, daar ben ik wel blij mee. Dan de bed spinazie die ik vorige week heb gezaaid, niet vorige week, maar die zaterdag ervoor. Die is goed opgekomen, zie je dat? Ziet er netjes uit en ik ben blij dat daar spinazie staat. Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat ontwikkelen. Van bed wortels, bed ramenas. Het ontwikkelt mooie loof heeft, dus de knolletjes die komen nu aan. Ik ben benieuwd of die het helemaal gaan redden, maar wie niet wagen, wie niet wint, hè, dat heb ik gezegd. En nog een bed bieten. Dus zo heb ik echt nog zat dat ze zich langzaam ontwikkelt. De bedden hier voor mijn schuur die heb ik even laten zitten, omdat ik daar niet aan toe kom. Dat is jammer, maar ik moet me richten op wat ik heb. Hè. Dat was het credo van dit jaar ook een beetje. En zorgen voor de groenten die je wel hebt, zeg maar. Hier een bed met rucola. Twee bedden spinazie die niet zo heel erg goed zijn ontwikkeld. Maar ik heb ze laten staan en ik denk als we tijd hebben dat we ze zeg maar wieden. Nog twee bedden rucola hier achter mij. En dan nog een bed rucola wat helemaal klaar is, volgende week geoogst wordt. Twee laatste bedden prei. We hebben vorige week één bed prei geoogst. En daar liggen nu een paar kratten van in de koeling. Zodra die op zijn, pak het volgende bed prei aan. En het eerste bed prei wat ik heb geoogst, zeg maar 3-4 weken geleden, denk ik. Daar heb ik nog een keertje raapstelen ingezaaid. En die zijn ook goed ontwikkeld, zie je dat? Ziet er mooi uit. Ben benieuwd wat dat wordt. De aardbeien moeten gebied worden en volgend jaar de loten gedaan worden. Daar ben ik nu te laat mee. Nog twee bedden raapstelen. Ziet er goed uit. Bedden spinazie zijn gebied en deels aangeplant. Er mag nog wel wat geschoffeld worden, maar sla die staat er best wel aardig bij. Mis het nu zeg maar niet regent, hè? Maar goed, de komende tijd ziet er ook weer heel mooi en droog uit, hoor. Dus ik ben wel blij. Sla mix, eikenbladsla, hier de Salanova, achter de kropjes sla. Het peulenvak is dit geweest. Daar zat nu winterpostelijn, veldsla,
nog meer pinterpotselijn aangeplant. Er komt nog veldsla in. Nog een beetje 10 meter andijvie. Groenlof die we aangeplant hebben. En de snijbiet. Daarvoor staat ook een beetje snijbiet. Met de 5 collars snijbiet. En deze die is een groene snijbiet. Hele lekkere snijbiet. En die combineer ik dan met die 5 collars. Zodat dat gewoon een hele mooie bosje snijbiet worden. Het project fruit dat is dit jaar mislukt door de droogte. Had ik wat meer bovenop moeten zitten, maar helaas. Kijk, dan gaan we naar het volgende kolenvak. Het kolenvak staat hier bloemkool. Dat is een overwinteraar, zeg maar, als het goed is. Het begin van het voorjaar, zeg maar, komen daar kolen in. De boerenkool. Twee bedden. Die heeft het een beetje zwaar. Ik denk dat muizen onder hebben gezeten, want ik zie gele bladen ontstaan. Onderaan zeg maar, zijn die gele bladeren en dat ziet er niet zo goed uit. Maar palmkool gaat goed, daar oogsten we volop eigenlijk van. Knolselderij. Dat blad gaat er nu aan en de knollen zullen geoogst worden. Ik denk volgende week of 2 weken erop. Chinese kool, niet zo heel erg goed. Ik ben benieuwd hoe ik daarmee kan. Zie je ook aangefroten en als er meer vocht komt. Misschien oogsten. Ik weet niet zo goed, moet ik even kijken of dat het waard is. Hier in de tunnel, daar moet ook echt nodig gewiet worden zoals je ziet. De koolrabi staat aardig ontwikkelen, alleen hier is het zo te zien droog. Gangetjes zitten erin. Een tomatenplantje die ontwikkeld is bij de koolrabi, nee, dat gaat niet zo goed. Zo te zien even flink water gegeven worden. De venkel die ontwikkelt ook niet zo. Had ik ook echt mijn vraagtekens of die het zou redden hoor. Nee, dat wordt een lastig verhaal jongens. En jammer dat daar kleine mini venkel natuurlijk, maar er zijn een aantal venkeltjes bij die het hebben gehad, maar hiernaast die naast de aardpeer is de woelmuizen zijn wel heel intens hoor. Dat is jammer. Te weinig licht nu. Het zal een kwestie zijn van te kleine venkel en dan kijken of we wat daarmee kunnen. Maar dat is jammer. Even kijken, nou die aardpeer die zal er van de winter een keer uit kunnen gehaald kunnen worden. Hè? Dan hebben we in deze eerste kas. Hebben we hier achter mij. Pepertjes staan. En daar staat de paprika. Die nog een hele hoop paprika's in zitten. Maar het is met name die kant waar de paprika's in zitten die ik ga oogsten. Hier ziet er mooi uit hè. Sla. Hier hebben we vorige week winterpotselijn geplant. En hier staat een bed tatsoi. Dit is een soort, ze noemen het ook wel Chinese spinazie. Twee kleuren. En die blaadjes die ga ik mogelijk deze week al een deel van snijden. Samen met de spinazie te geven aan de mensen. En hier het vak tussen de kassen in. Dan heb ik dan in augustus tijd aan besteed. Dat is ramenas, twee bedden spinazie, een bed raapcellen wat eruit gaat en een bed raapcellen waar ik van het oogsten ben. Vorige week heb ik deze rucola gesneden, gebied hebben we, maar ja, al het gras eruit gehaald en toen gesneden. En dat is wel echt prachtig als je ziet hoe snel dat weer en hoe mooi dat ook aangroeit, zie je dat? Daar ben ik wel echt verrast mee hoor. Echt prachtig hoe dat zich ontwikkelt.
Met die roekelaar heb ik deze winter wat aan hoor, want die winkels die willen dat graag hebben, dus is wel leuk. We hebben een kast, twee bedden met paksoi. Dus daar hebben we zeg maar 250 paksoi staan. En nog een bed met snijmix, slaarmix, zie je dat, die je kan snijden. Salanova slaarmix, ik ben heel benieuwd hoe dat deze de winter doorheen trekt, zeg maar. Dat ik hem nu, zeg maar, omdat het nu begin november is, hè, dus ik denk er dan aan om met een paar weken zeg maar, te snijden, ik weet niet hoeveel weken. En dan ben ik gewoon heel benieuwd, zeg maar, omdat hij nu gewoon volwassen is, hoe die weer aangroeit, zeg maar, ook als er heel weinig licht is in de winter. En hoe vroeg ik bijvoorbeeld, als die, wat ik een beetje verwacht is, dat hij door de winter heen stilstaat, zeg maar, door de kerstperiode heen stilstaat. En dat hij dan... ja, dat ik dus ergens volgend jaar 2023 meer kan gaan snijden. Dat hoop ik eigenlijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, de tomaatjes, die hebben er deze week echt een brui aangegeven. Het is natuurlijk wel prachtig weer geweest, dus daar hangt echt volop rijp in. Ik had niet voor mogelijk kunnen houden dat het zich zo ontwikkelde. Dat is echt ongelooflijk. Dus je ziet wat hier alweer gerijpt is. Dat is echt fenomenaal, hè. Daar ben ik echt heel blij en dankbaar mee. Ik heb gewoon deze week weer tomaatjes voor de klanten. Je ziet nu wel die planten, die hebben het in één keer opgegeven, zie je dat? Of het hier even gevroren heeft of zoiets, of iets anders is, maar het is gewoon nu vrijdag, dus overmorgen plukken. Alles eraf plukken. En dan gaan Gert en ik volgende week dinsdag de planten opruimen. En dan veldsla zetten, Arie. Veldsla en spinazie erin zetten, denk ik, allebei een bedje. Want ik heb bij de andere kast bedacht, zodra de paprika planten eruit gaan, ga ik daar weer rucola zaaien. Voor het vroege voorjaar en een bed raapstelen, zodat die, ik ook dat weer in januari en februari kan oogsten. En gewoon om te oefenen en te kijken wat ik daar in de winter mee kan, weet je wel. Dus ja, dit is een beetje de update van de tuin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. De voorzaak heb ik nog even kunnen laten zien, maar... Ja, laat het dan voor zien. Ik heb natuurlijk ook nog een voorzij staan, wat ik zeg. Hè, want ik ga dus gaan planten bij die tomatenbedden. Ik heb dus een aantal trays met spinazie staan, zie je dat? Die zitten hier, staan klaar. Winterpostelijn staan nog klaar. Ik heb hier nog tatsoi staan. En dan mijn trays met veldsla, deze twee. En daar nog drie. En die is ook nog veldsla. Dus nog 5, 6 trays met veldsla. Dit was... chicorij, die is een beetje mislukt. Of ik zou dat moeten testen in een klein stukje in de kast. Die zou bij wijze van nog in die tunnel kunnen waar de venkel nu in staat. Dat is wel een goed idee, omdat ik ondertussen bedenk. Maar nou goed, daar ga ik even over nadenken. Het meeste wat verder staat, dat gaat weg. Ik ga nog wel wat binselaar. Als ik nog ergens een plekje kan vinden. Zie je maar zo, met het voorzaaien kun je toch heel wat bereiken. Zie je dat? Dat is toch gewoon prachtig bij. Het groeit natuurlijk niet zo hard meer, dus je hebt daar echt wel wat speling in. Ik ben heel blij en dankbaar dat het zo gegaan is in het seizoen. Hè? Dat ik zoveel heb kunnen leren. En dat de oogst zo goed mocht zijn. Dus het leek me een mooi moment om weer even zo'n de update van de tuin te laten zien. Zodat je ziet hoe het eruit ziet. En dat dit jaar zoveel beter gaat, nu ook in de winter, weet je wel. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Volgende week donderdagavond hoop ik weer een livestream te doen op YouTube. Om 8:30. Wees erbij, mocht je vragen hebben, zet het onder deze video, kan ik die er nog bij behandelen. En voor nu zie ik jullie weer in een volgende vlog. Hey, groeten!